Iedereen kent onze mening over 4,5 jaar Michel. En die zal niet veranderen. Het is net omdat 4,5 jaar MR-NVA vooral de kracht van de vernieling is gebreken, collega's, dat wij het komende half jaar nuttig willen besteden. En u spreekt, meneer Verestraeten, over de uitvoering van het regeerakkoord. Ik zal daar straks nog meer over vertellen. Maar ik wil u dan uitnodigen om één paragraaf zeker te realiseren. En dat is die paragraaf waarin staat dat deze regering de uitkering ging optrekken tot de armoedegrens. En ik hoor en ik zie collega's denken, gaat de minderheidskabinet dat wel kunnen? Collega's, als er ooit een minderheidskabinet in geslaagd is om de schoolstrijd te beslechten, dan moet een minderheidskabinet er toch ook in slagen om de strijd tegen armoede te beslechten. U kan denk ik maar één keuze maken. De N-VA, beste collega's, is geen verantwoordelijke partij. De N-VA is een campagnemachine. Dus u kan maar één ding doen, collega Verestraeten en collega De Waal, dat is dat regeerakkoord openbreken, kapot scheuren en met dit parlement op zoek gaan naar een aantal nieuwe doorbraken. Wij willen architecten zijn, wij willen aannemers zijn, maar dan moet u wel één keuze maken en dat is de N-VA loslaten en dat regeerakkoord openbreken. Dank u, meneer Calvo.